ook Boksel vangt vluchtelingen uit Oekraïne op. We spreken zo meteen even met burgemeester Van Meijgaarden. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Burgemeester Van Meijgaarden, ook Boksel vangt Oekraïense vluchtelingen op. We zijn nu in de plaatsen. Iedereen kent het als de Kleine Aarde. Hier worden ook vluchtelingen opgevangen. Wat kunt u daarover vertellen? Nou ja, allereerst natuurlijk dat we heel erg blij zijn dat we zo'n locatie binnen onze gemeentegrenzen hebben. Want dat maakt het natuurlijk wel een stuk makkelijker om direct te starten met hetgeen wat het Rijk ons gevraagd heeft. En dat was de opvang van Oekraïense vluchtelingen. En we konden er hier 32 kwijt. Dus inmiddels is deze locatie vol met allemaal dove vluchtelingen. Dus mensen met een beperking. En ja, die als groep bij elkaar te hebben is natuurlijk fantastisch. Want dan kunnen ze met elkaar communiceren. Hebben ze steun aan elkaar. Ja, en de Kleine Aarde is natuurlijk een prachtige, rustige locatie. Waar ik denk dat die mensen in ieder geval de rust krijgen die ze even op dit moment nodig hebben. Ik heb begrepen dat ook in Lidwina Boksel vluchtelingen worden opgevangen. Zijn die daar al? Is dat al bekend? Nee, dat gaat komen. Kleine Aarde is deze week volgelopen. Dat betekent dat de tweede locatie geopend gaat worden, want we moeten natuurlijk nog meer mensen kwijt. En daar hebben we gekozen voor Lidwina. Althans, de Elde groep heeft ons enorm daarmee geholpen. Die had nog een vleugel leegstaan, wat eigenlijk al direct weer geschikt was voor de wat langdurige opvang. En daar gaan we volgende week mee starten. Dan hebben we de vrijwilligers allemaal paraat. Dan zijn de kamers in optima forma. En dan hopen we daar ook gewoon rustig aan de mensen te kunnen plaatsen. Hier in de Kleine Aarde wonen dus nu mensen met een gehoorbeperking. Ik neem aan dat dat voor de hulp en de ondersteuning ook wat vraagt. Is daar, dat u weet, op ingezet? Hoe gaat dat? Ja, uiteraard is er natuurlijk ondersteuning vanuit Sint-Michielsgestel, vanuit Kentalis. Hebben we ook een bewaker die ook Russisch spreekt. Maar voor de rest geldt het probleem of je nou een gehoorbeperking hebt of niet. Op elke locatie is het natuurlijk moeilijker communiceren. Want in Nederland zijn we niet gewoon om Oekraïens te spreken. Met Engels kunnen we ons nog best wel redden. Gelukkig zitten ook een paar horende mensen hier. En die spreken dan wel wat Engels. Dus daar kan je aardig wat dingen mee doen. Maar voor de rest heb je natuurlijk hulpmiddelen. Zoals een telefoontje met Google Translate. En op die manier kunnen we toch behoorlijk met elkaar communiceren. En elkaar duidelijk maken wat nodig is en of het goed gaat of niet. Nu zijn deze mensen, hebben een vrij grote omweg moeten maken en uiteindelijk hier terechtgekomen. De vraag was van het Rijk, hè, van wie kan welke gemeente alsjeblieft help. Hoe is dat bij u binnengekomen en hoe bent u te werk gegaan? Ja, eigenlijk begint voordat de vraag er al is, gaan bij mij de radertjes al werken. Dus op het moment dat Rusland Oekraïne binnenviel, ja, dan weet je, daar komt gewoon een stroom mensen op gang en die moeten uiteindelijk een plaatsje vinden. Dus dan ga je toch wel denken van wat als wij, net zoals 4 jaar geleden, 5 jaar geleden, voor de Syriërs natuurlijk ineens opvang moeten regelen. Hoe gaan we dat dan doen en waar zou dat kunnen? Voor mij was het heel erg belangrijk dat het locaties waren die niet kannibaliseerden op de woningvoorraad voor onze eigen inwoners en de statushouders die we ook nog steeds moeten plaatsen. Dus dan ga je toch rondbellen met je relaties, kijken van wat je aan panden zelf als gemeente in je beheer hebt, om te kijken of daar mogelijkheden zijn. En dan vond ik het ook nog belangrijk dat we niet met mensen gingen slepen. Dus dat mensen, als we ze op gingen vangen, ook langdurig op één locatie zouden kunnen verblijven. Nou, dan kom je al snel natuurlijk op deze plek uit. Ja, want niemand kan natuurlijk voorspellen hoe de situatie zich laat aanzien de komende maanden, wellicht langer. Is dit dan wel een locatie waar deze mensen behoorlijk lang kunnen blijven? Dan heb ik het over maanden. Ja, nou weten we natuurlijk de Kleine Aarde, dat die gaat over en er gaat een nieuwe ontwikkeling plaatsvinden. Dus de follow-up van de Kleine Aarde uit de jaren 70 en dat gaat de plaats heten. Een fantastisch initiatief, dus er komt een moment dat we moeten zeggen, mensen moeten naar een andere locatie. Maar dat is meestal ook het moment waarop mensen al zo hun draai hebben gevonden binnen onze samenleving. Dat ze ook toe zijn aan een woning helemaal voor zichzelf. Op zichzelf. En dan ga ik er ook vanuit dat als ze hier blijven, dat ze inmiddels dan ook aan het werk zijn. Zijn er meer initiatieven van Bokselse inwoners dat u weet die mensen uit Oekraïne opvangen? Ja, we hebben ook mensen die particulier gezinnen hebben opgevangen. Ik ben daar niet een heel groot voorstander van. En dat heeft te maken omdat het natuurlijk mensen zijn die toch gewoon traumatische ervaringen hebben opgedaan. Die hebben ook professionele hulp nodig. Dat kan een gemiddelde
Nederlander niet zomaar constateren, hè, welke hulp daar nodig is. Dus wat dat betreft heb ik ze liever gewoon een beetje bij elkaar en onder de hoede van vrijwilligers en organisaties die daar wel goed zicht op hebben. Maar je kan mensen het ook niet verbieden. Dus als mensen het gevoel hebben van ik kan hier heel veel goed mee doen, ja, dan kunnen ze dat natuurlijk doen. Ik ben er altijd wel terughoudend in van denk om je eigen gezin. Want dat draait ook gewoon door. En de eerste week is het natuurlijk altijd fantastisch om hulp te bieden. Maar er komt ook een moment dat je het niet meer wil. En dat het gaat knellen met je eigen gezinssituatie. Ja, en dan heb je een probleem. Want dat betekent dat je met die mensen naar een aanmeldpunt in het land moet. En dat betekent dat ze de vertrouwde omgeving die ze nu hebben ook weer moeten gaan verlaten. En ze weten niet waar ze geplaatst gaan worden. Dus dan zadel je ze op met nog meer onzekerheid. Dus mijn advies is toch echt via de reguliere trajecten de mensen opvangen. Wat mij betreft is dat voor Bokstel op locaties die Bokstel daarvoor geschikt heeft gemaakt. En pas als het echt niet anders kan, dan gaan we kijken van of mensen op een of andere manier bij particulieren in een bijwoning, in een bijhuisje of wat dan ook geplaatst zouden kunnen worden. Maar echt voor mij helemaal als laatste. En dan ook alleen maar zo als het een stabiele situatie betreft waar mensen ook weer wat langere tijd kunnen verblijven en waar de accommodatie goed is. Deze mensen die hier wonen, er zijn, zover ik begrepen heb, het grotendeel is alleen hier. Er zijn slechts enkele gezinnen. Is er wel enig zicht op hereniging met familie of hoe gaat dit? Bent u daarvan op de hoogte wellicht? Nee, die ins en outs heb ik helemaal niet. Wij hebben de mensen natuurlijk doorverwezen gekregen vanwege de handicap, de beperking die ze hebben, om ze als groep in ieder geval veilig bij elkaar te laten zitten. Dus dat is de reden waar ze zitten zoals ze zitten. En ja, wat de toekomst brengt, gaan we zien. Ja, nou, u vroeg natuurlijk van hoe zit het met gezinshereniging? Daar is op dit moment helemaal geen sprake van. Het is de mensen die gevlucht zijn zitten hier en andere mensen zijn misschien thuis aan het vechten of die hebben de behoefte nog niet. Wat wel heel erg belangrijk is dat mensen contact hebben met thuis. En dat betekent dat op elke locatie waar je mensen opvangt ook een goede wifi-verbinding moet zijn. Zodat ze gewoon op elk moment van de dag contact kunnen zoeken met de mensen die hen lief zijn. Hoe worden de vluchtelingen in het dagelijks leven zeg maar, hier geholpen van activiteiten die ze moeten doen, de boodschappen, de papieren aanvragen? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, grappig genoeg gaat dat eigenlijk een beetje vanzelf. In het begin hebben ze natuurlijk wat ondersteuning nodig bij het vinden van hun weg. Maar je zult zien dat in de praktijk mensen heel snel de weg naar het centrum weten te vinden waar ze hun boodschappen doen. En dat kunnen ze heel goed zelf. Werkt een beetje hetzelfde als, je kan het niet vergelijken, maar als je zelf naar het buitenland gaat, ga je ook zelf zoeken. Het heeft ook iets met met je vrije tijdsbesteding te maken, het ontdekken van. Dus, en dan zijn we allemaal hetzelfde en dan doen we het allemaal op dezelfde manier. Dus het liefst gewoon zelf of met de vertrouwde mensen. Hebben mensen daarnaast nog hulp nodig omdat het echt niet lukt? En dan kan ik me voorstellen met inschrijven van formulieren, met andere zaken die nodig zijn voor scholing of voor zorg. Dan hebben we hier de vrijwilligers zitten met wie ze dat kunnen bespreken en dan wordt daar een oplossing voor gezorgd. Dan kom ik eigenlijk automatisch op mijn volgende vraag. Het is fantastisch dat de mensen geholpen worden. Maar er zijn natuurlijk kosten aan verbonden. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Is dat dan via het Rijk? Of zeggen we als gemeente, ja, deze mensen moeten geholpen worden? Hoe gaat dat? Nou ja, we kennen de financiële situatie van Bokstel. Hè? Dus automatisch dat Bokstel het allemaal kan betalen, daar is natuurlijk geen sprake van. Maar het Rijk heeft aangegeven dat ze ruimhartig de kosten voor zich zouden nemen. Dus ik ga ervan uit dat we dat via het gemeentefonds vergoed gaan krijgen. Daar is nog geen duidelijkheid over. Dus het is voor ons ook wel zaak om in ieder geval goed op de kosten te letten. Dus geen extreme hoge kosten te maken als dat niet hoeft. Dus op een slimme manier met ruimtes en met zaken omgaan om te zorgen dat je de kosten binnen de perken houdt. Maar dat doe je normaliter thuis ook. Dus dat is een vanzelfsprekendheid. Om alles op rolletjes te kunnen laten lopen, zijn er natuurlijk heel veel vrijwilligers nodig hier op de Kleine Aarde en die zijn er ook. Er is ook een beveiliger aanwezig, zijn naam is Fuad en hij heeft veel ervaring. En het is wel heel erg leuk om even te vragen hoe dat komt. Fuad, wat ontzettend leuk dat je de taal spreekt. Hoe komt dat? Ja, ik kom zelf uit Azerbeidzjan en ik ben zelf vluchteling geweest. Sinds 2001, ik ben in Nederland, dus bijna 11 jaar, ik werk in beveiliging. Mm-hmm. Dus ik werk ook heel veel met de asielzoekers en ook daklozen. Dus daardoor heb ik veel ervaring.
En het bedrijf heeft mij gevraagd, wil jij bij Box werken met de vluchtelingen uit Oekraïne? En ik zeg ja, graag, dus ik kan daar ook iets betekenen. Dat is wel mooi, burgemeester. Ja, hier word je toch enorm blij van iemand, hoe vervelend het ook voor u is, hè, dat u die ervaring als vluchtelingen heeft mee moeten maken. Maar dat u hem wel nu kan gebruiken bij het opvangen van mensen die nu weer aan de beurt zijn. Ja, mooier kun je het niet hebben. En het maakt mij in ieder geval heel erg blij. En ook vind ik het erg prettig dat u dit wil doen. Want u had natuurlijk ook gewoon in Buddel kunnen blijven. Dus dank voor alle hulp. En ja, voor ons scheelt het enorm dat we mensen hebben die de taal spreken. Dank u wel. Wij communiceren via Google Translate. Ja. En dan geef ik een tekst op. Dan zeg ik... Hoe bevalt het hier? Hoe bevalt het hier? Hier, je kan het ook via de microfoon doen en dan zeg ik zo. En dan komt het dus in het Russisch te staan. En dan krijg ik antwoord. En dan zegt hij, ik vind het hier echt leuk. Nou, en dan kan ik ook vragen, wat is je naam? Je naam. Je kan het ook met een microfoontje doen, maar dat vind ik veel te veel werk. Dus dan... En dan zegt hij Miroslav. Miroslav. Nou, en zo communiceren wij met elkaar. Joan, zou jij voor mij iets willen doorgeven aan, aan deze meneer? Dat hij van harte welkom is in Bokstol. Ja. En dat ik hem en zijn vrienden, familie en kennissen echt het allerbeste toewens. En heel veel sterkte ook. En heel veel sterkte voor iedereen. Ja. Kan ook met een microfoontje, maar... Iedereen gewenst. Nou, dan komt er dit te staan. Oké. Zijn er nog dingen die de inwoners van Boksel nog wel kunnen doen? Behalve dan liever niet privé opvangen, hè, tenzij in een bijwoning en alles goed geregeld. Is er nog hulp nodig? En zo ja, wat kunnen we doen? Ja, er is natuurlijk altijd hulp voor andere mensen nodig. En niet eens alleen voor Oekraïners, maar ook nog voor de Syriërs die op dit moment nog aan het integreren zijn. En voor mogelijke statushouders. Als je het leuk vindt om, ik ga gewoon in de camera praten nu. Als u het leuk vindt om mensen een stapje verder te helpen en meer Nederlander te worden. En weet dan, niet iedereen gaat hier blijven. Er gaan ook weer mensen terug, maar... Voelt u de behoefte om iets te doen voor medemensen in nood? Dan zou ik zeggen, meld u aan bij de Contour de Twern. Daar werken wij mee samen. Die hebben heel goed in kaart gebracht wie wat kan. En dan wordt u vanzelf ingedeeld om wat leuke activiteiten met vluchtelingen, statushouders te ondernemen. Wat u prettig vindt en hoe u dat het best kunt doen. Dus ik denk dat de beste methode is. Mocht u zeggen van ik wil... Misschien toch wel in mijn achtertuin iemand plaatsen, mocht er behoefte aan zijn. Ook dat kunt u dan doorgeven, komt u gewoon op een lijst. En mocht er behoefte aan zijn, dan gaat u gebeld worden.